laten staan we. Dan kunnen we spreken van een teleurstelling, mistroostige middag die zo mooi begon. Deceptie moet ik zeggen. Het is, je ziet fantastisch begin, lampen uit, vuurwerk, geweldig. En zo'n entourage verdient natuurlijk geen 0-5 nederlaag, helaas. Wat waren jullie plannen? Waar was het doel om de wedstrijd te beginnen? Eigenlijk gewoon zoals wij altijd spelen. Hè. Dus opvangen in onze zone rond de middenlijn. En van daaruit met lopende mensen, naar balverovering met lopende mensen in de diepte te komen. Maar je zag vanaf het begin dat wij daar niet in kwamen. Zij leverden heel veel energie. Op alle fronten werden we afgetroefd in de wedstrijd. En op de een of andere manier konden wij daar niet goed mee omgaan. En het lukte ook niet om erin mee te gaan. Dus zeer teleurstellend. En dan kom je net uit de kleedkamer. Je hebt even de groep toegesproken. Je zit waarschijnlijk allemaal door je eentjes in de kleedkamer. Ja, dat was in de rust eigenlijk al zo. Dus dat snap ik ook. En voor rust krijg je toch wel een domper, de 0-2. Lastig. En net ook veel stilte. Logisch. Hè? En ook bij de staf. Hè? Wij zijn natuurlijk ook teleurgesteld. Dus door je eentjes noem je het. Maar wel gewoon echt. Ik weet niet of door je eentjes zijn. Maar het zijn wel gewoon mensen die weinig zeggen. En bezig zijn om het een heel klein beetje te verwerken. Ja, en dat zal nog even duren, denk ik. Ik ben eigenlijk, als je als supporter kijkt, in mijn geval ben ik supporter, je bent op alle fronten afgetroefd. Ja, dat is wat ik zei. Hè. Dus we zijn op alle fronten afgetroefd. En het lukte ons niet om daar iets tegenover te stellen. Dat mag je jezelf aanrekenen, denk ik. Dat dan toch niet gelukt is. En niet alleen, het gaat niet om 15, 16 spelers, het gaat om het hele team en daar horen wij ook bij. Dus het is ons niet gelukt om dat om te draaien. En we hebben dat met z'n allen wel geprobeerd. Het is niet zo dat we dit doen. Denk, nou, laat het maar lekker gebeuren. Dus we hebben het geprobeerd. Maar DTS heeft vandaag gewoon het uitstekend gedaan. Met heel veel energie en meer energie dan wij. Doe je een driedubbele wissel, een driewissel. En dan hoop je nog wat energie. Nou, het leek erop dat met Maurice wat energie op het middenveld kreeg. En dan valt toch weer de 3-0 en dan ben je alles kwijt. Ja, kijk, je ziet in zo'n eerste helft, en het is lullig voor de jongens. En ze waren niet allemaal slecht die eraf gingen. Maar ja, je probeert iets te creëren. We zagen dat we vanuit balbezit van achteruit last hadden. En dan probeer je met Juda aan de rechterkant een speler te creëren om daar met balbezit wat te doen van de eigen helft. Malon stond op een eiland. En je probeert met Maurice energie in het team te krijgen. En met Jeffrey, die heel goed was op de donderdag op de training, probeer je een actie erbij te zetten. En dan hoop je dat je iets kan omdraaien. En dan valt de 3-0 echt heel snel. Dus dan kan dat plannetje bijna de prullenbak in. En dan hebben we nog later geprobeerd met Niels met energie te brengen. En je ziet ook dat gewoon niet het effect bracht wat we met elkaar hoopten. Nou, dan heb je van de week de tijd om het spoedbultje bij elkaar te krijgen. Ik zag Noah geblesseerd uitvallen. Ik weet niet hoe ernstig dat is. En dan moeten we het weer laten zien naar een paar goede reeks overwinningen. Twee zware nederlagen. Ik denk dat je een zware klus hebt. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, we moeten met z'n allen beseffen dat we gewoon weer terug moeten naar de basis. Je zag op sommige momenten in de eerste helft dat het veld te groot werd. Hè. Terwijl we afgesproken hebben, we moeten het compact houden. En dat gebeurt dan toch. En wij krijgen het dan ook niet helemaal voor elkaar vanaf de kant om het dan toch weer goed te krijgen. Dus we moeten met elkaar aan de slag. Dat is heus niet alleen spelers, dat is het hele team. En toch weer terug naar die wedstrijden die we dan wel wonnen. En kijken waarom wonnen we die dan wel. En waarom speelden we toen beter dan dat we vandaag beter spelen. En natuurlijk wordt het ook veroorzaakt door de tegenstander. Je kan niet zeggen dat het alleen aan ons ligt. Het ligt ook aan DTS en die hebben dat goed gedaan. Maar we moeten wel weer terug naar die wedstrijden die we gewonnen hebben. En daarna kijken wat deden we daar dan wel. En waar hebben we vandaag dat niet gedaan. Mogen we concluderen dat we eigenlijk afgehaakt zijn voor de top 4? Ja, tot nu toe lijkt dat zo natuurlijk. Hè? Want we staan nu 6 punten achter op DZC. Maar het is niet onoverbrugbaar. Hè? Het is niet zo dat je dat moet loslaten. Hè? Maar je moet nu wel per wedstrijd gaan kijken van wat deden we goed. En dat moeten we proberen weer terug te krijgen in het team. Ja, daar moeten we mee aan de slag van de week. En dat gaan we ook doen.
Nou, ik wens jou in ieder geval met jouw staf veel succes. Ja. En we gaan kijken wat het volgende week wordt. Succes. Ja, dankjewel. Dank jij. Ja, dankjewel. Arnold, als eerste gefeliciteerd. Ik denk dat DTS een ontzettend goede wedstrijd gespeeld heeft. Zit ik niet in de kaart heb laten kijken, maar gewoon de zwakte bij Bennekom opgezocht heb en dat benut. Nou ja, de zwakte bij Bennekom, dat wil ik niet zeggen. Ik bedoel, wij zetten het neer op onze manier zoals we de laatste tijd spelen. Hè. Met name vorige week tegen LSC en dat gaf natuurlijk een hoop vertrouwen. Ik vond dat we daar al een hele goede tweede helft speelden. Maar ik denk dat we vandaag gewoon een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. 90 minuten lang. En meer is terecht de overwinnaar van de derby. In de krant noemden de twee jongelingen het. We maken dan duidelijk wie de beste van Ede is. Nou, gelukkig zijn jullie dat. Voor jou is gelukkig. Maar ik vond het een eerlijke wedstrijd. Ja, ik gaf toevallig van tevoren ook aan van, weet je, ik hoop dat beide ploegen voor de winst gaan. En, nou, wij hebben in ieder geval vanaf het begin vooruit verdedigd, vastgezet. Het goed neergezet, denk ik. Bennekom kwam nauwelijks aan het opbouwen toe. We moesten veel de lange bal spelen. Maar we hadden middenveld heerste bij ons, denk ik. Met name Christophe Jesse, Haikas en Stijn. Stijn was ook echt fantastisch. Ja, en dan weet je gewoon op het moment dat zij in deze formatie blijven spelen, dat je door het centrum steeds de ruimte krijgt met Frank en Huip. Nou, die komen aan het lopen tegen Mike en Just. Ja, dan wil ik graag zien wie de sterkste zijn. En ik denk dat wij dat geweest zijn, ja. Wat me ook opviel, dat jullie backs ook op durfden te komen. Ook gevaarlijk waren. En daar had Bennekom niet echt een antwoord op. Nee, maar dat heeft ook te maken hoe het staat. Wij staan op middenveld bij elkaar en dan moet een back doorkomen. En als een back van Bennekom uitstapt, geeft dat ruimte in de rug daar om in te duiken. Dat kan voor onze back zijn, maar dat kan natuurlijk ook voor een Huip of voor een Frank zijn. Nou, en dan maken Bram en Almet daar ook prima gebruik van. Dus ja, ik denk dat we tactisch gewoon heel goed gespeeld hebben. Maar ook, je kan tactisch van alles bedenken. Maar als inzet er niet is, dan werkt dat allemaal niet. En ik vind ook dat we echt gewoon vanaf het begin kort erop zaten, gestreden hebben en heel overtuigend gespeeld. Ook in balbezit. Het overtal op het middenveld goed uitgespeeld en op de juiste momenten gewoon diepte hebben gezocht en goed voor de goal gekomen. Er zijn ook de hele wedstrijd niet in de problemen geweest op twee, maar laten we het kans noemen, of mogelijkheden zelfs. Ja. En verder schiet hem een keer over in de eerste helft en Marlon in de tweede helft. En bij Kai was het dat wij net een keer te laat waren, waardoor hij 2-3 man uitspeelt en schiet. En Marlon loopt eigenlijk mijn verdediger gewoon mee. En ik denk als hij op de goal komt, dan dekt mijn verdediger de ene hoek en de keeper pakt de korte hoek. En komen jullie hier zo naar Bennekom toe? Die gaan de lamp uit, gaat het vuurwerk aan. Werd toen bij jullie ook het vuurtje aangestookt? Nou, nee. Ik bedoel, dat geeft natuurlijk een fantastische atmosfeer aan deze wedstrijd. En ja, weet je, als de andere kant op is, dan zal ik ook zeggen dat begin is gewoon fantastisch. Want als ik zie wat daar in is gestoken aan energie en om dit allemaal te regelen en om dat voor elkaar te krijgen, dat is voor jongens denk ik leuk om te spelen. Maar ik denk het hele publiek om te zien dat het nou zo uitpakt voor ons, ja, dat is alleen maar mooi. Ik zei gekscherend, wel eens, ik stond met 3-0 aan de andere kant. Dat was erg, maar ik denk dat dit nog erger was. Ja. Nou, ik denk dat ik met een meer dan tevreden trainer hier staat. Die ook nog even binnen de kantine nog even een biertje gaat happen. Ik zal het lekker doen hier, denk ik, vanavond. Nee. We zullen je de sleutel geven zometeen. Ja. Maar Arnold, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En bedankt voor deze goede wedstrijd. Ja, dankjewel. Ik hoop dat iedereen plezier heeft gehad in ieder geval. Ik hoop het ook. Niet alleen uit Ede, denk ik. Ja. Maar ik denk dat qua wedstrijd dat ook gewoon leuk was om te zien. Maar ja, dat het zal natuurlijk qua resultaat voor de tegenstand voor Bennekom wat minder zijn. Maar ik denk dat we wel een leuke wedstrijd van. Zoals jij al zeggen, ik was niet neutraal. Ik ben niet neutraal en ik ga niet neutraal worden ook. Nee, maar een verdiende winst. Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat dat ook maar Agno had kunnen zijn. Dat Chris ook nog een hoop ballen pakt. Dat bedoel ik. Okay, dankjewel, Peter. Lekker biertje drinken. Ja, ga ik doen.